Solid State Drive, of SSD, is de laatste jaren steeds vaker terug te vinden in computers en laptops. Maar wat is een SSD nou precies en wat zijn de verschillen met een traditionele harde schijf? En waar moet u op letten bij het aanschaffen van een SSD? Dat leggen we uit in deze video. Deze video is interactief. Klik in de video op de verschillende onderwerpen of navigeer via de links in de beschrijving naar het door u gekozen hoofdstuk. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, in vergelijking met de traditionele harde schijf is de SSD sneller, lichter, stiller en verbruikt er minder energie. Een SSD is gemiddeld maar liefst 4 keer sneller dan een gewone harde schijf, wat betekent dat de computer en de programma's daardoor veel sneller opstarten. Doordat een SSD geen bewegende onderdelen bevat, is hij veel beter bestand tegen schokken en maakt hij geen geluid. Met zoveel voordelen ten opzichte van de normale harde schijf vraagt u zich misschien wel af of er echt nadelen zijn. Echte nadelen zijn er niet en SSD's zijn feitelijk op elk vlak beter dan harde schijven. De enige maar is dat de prijs per gigabyte bij SSD's nog een stuk hoger ligt. Zo heb je voor 100 euro ongeveer 250 gigabyte aan SSD-opslag, terwijl je voor hetzelfde bedrag een 3 terabyte harde schijf kunt aanschaffen. De 2,5 inch variant maakt gebruik van een normale SATA-aansluiting die ook voor normale harde schijven gebruikt wordt. Dit formaat is dan ook het meest gangbaar. Een M2 SSD lijkt meer op een reepje werkgeheugen en hiervoor is dan ook een speciale aansluiting nodig op het moederbord of een speciale PCI-adapter. M2 kan ook hogere snelheden aan dan 2,5 inch. Als u uw computer of laptop alleen maar gebruikt voor tekstbewerking, e-mail en internetten, dan is 64 GB SSD-opslag vaak voldoende. Maar met 120 GB bent u niet heel veel duurder uit en u heeft meer dan voldoende opslagcapaciteit. Voor gebruikers die veel met design of foto's bezig zijn, raden wij minimaal 250 GB aan. Als gamer is zelfs 500 GB geen overbodige luxe. Het inbouwen van een SSD verschilt niet veel van het inbouwen van een harde schijf. Bij een desktop moet u er wel op letten dat voor een SSD mogelijk een speciale adapter nodig is. Dit wordt ook wel een bracket genoemd. Dit komt omdat een desktop normaal gebruik maakt van een 3,5 inch harde schijf en een SSD een grootte heeft van 2,5 inch. Op paradigit.nl hebben we diverse SSD's te koop, van 64 GB tot meer dan 500 GB. Met de diverse filters kunt u eenvoudig uw zoekopdracht naar uw ideale SSD verfijnen. Tot snel op paradigit.nl.